Mariska, je hangt je schaatsen aan een wilgen. Hier eindigt je carrière in Amsterdam. Ja, als je het zo zegt, het klinkt wel heel, heel echt, hè? Maar nee, het is, ja, het is wel een beetje gek. Echt de allerlaatste wedstrijd. En, maar ja, het is ook het laatste wedstrijd van het seizoen. Dus ik denk dat het straks pas echt het besef komt als ik echt, ja, echt thuis ben. En dat er dan op zaterdag geen wedstrijden meer zijn. Ja, en toch een cliché vraag. Hoe voel je je op dit moment? Ja, het voelt eigenlijk, wat ik zeg, nog niet zo heel, heel gek, zeg maar. Het voelt nu wel oké. En ja, ik heb net gewoon mijn wedstrijd geschaat en dat doe ik iedere zaterdag. En het is wel leuk dat ik deze wedstrijd ook nog win. Maar ik denk dat het volgende week zal wel anders zijn. Want dan heb ik geen wedstrijd meer en dan, ja, dan komt dat ook niet meer, zeg maar. Ja, neem ons even mee naar je dag in de ochtend. Hoe werd je wakker? Dat ik vanmorgen wakker werd, toen dacht ik, nou, vanavond wil ik winnen. Dat zou mooi zijn, als ik gewoon mijn laatste wedstrijd kan winnen. En toen heb ik gewoon mijn voorbereiding gedaan, zoals altijd. En mijn schaatsjes slijpen, een pannenkoekje eten. Zijn er bepaalde momenten tijdens het schaatsen, het voorbereiden, dat je echt gaat missen? Ja, tuurlijk wel. Je bent normaal de hele zaterdag eigenlijk wel, ja, staat in het teken van je wedstrijd 's avonds. Dus je doet niet heel veel en je bent daarmee bezig. Als je, mijn schaatsjes slijpen, even op het fietsje naar de supermarkt en mijn pannenkoekjes bakken. Je hebt een beetje je vaste ritueel en ja, dat heb ik straks niet meer. Dus dat zal wel een beetje gek zijn. Je hebt er natuurlijk over nagedacht wat je allemaal had bereikt, maar wat staat eigenlijk op nummer 1? Nou, echt nummer 1. Ik heb niet echt een nummer 1 overwinning, maar ik denk dat het echt het totaalplaatje echt super mooi is. Er zijn zoveel overwinningen. En eigenlijk in de marathonschaats heb ik alles gewonnen wat er te winnen valt, behalve een Elfstedentocht. Dus dit is gewoon fantastisch. Alles bij elkaar. Je kan alleen maar trots zijn hierop. Ja, zeker. Ja, echt super mooi. En de vraag is ook natuurlijk, wat ga je hierna doen? Ja, wat ga ik hierna doen? Dat is nog een beetje, ik weet het nog niet helemaal. Ik heb een cursus binnenhuisarchitectuur gedaan en ik zou het heel leuk vinden om daar mezelf verder in te ontwikkelen en daar iets mee te gaan doen. Maar met schaatsen zien we jou niet meer terug? Nou, niet in de wedstrijden, maar misschien dat ik ook nog wel iets met het schaatsen ga doen. Maar voorlopig neem ik even een beetje afstand van het schaatsen en zal ik misschien wel, ik zal af en toe wel komen kijken. Maar niet dat ik echt een functie in het schaatsen nu ga doen of zoiets. Omdat ik, als ik de trainingen die ik nu doe, als ik dan zeg maar een training ga geven of zo, of dan weer iedere avond langs de baan sta, dan had ik net zo goed kunnen blijven schaatsen. En dat was niet de bedoeling. En wat ga je nu vanavond doen? Hoe ga je dit vieren? Ja, we gaan vanavond natuurlijk wel een feestje vieren met z'n allen. We gaan hier al in de scheve schaatsen natuurlijk wel even een borreltje drinken. En Nou, dan zou ik zeggen veel succes en een mooie carrière zeker. Ja, dankjewel.